programma laat zien wat je kunt doen om langer thuis te blijven wonen als je ouder bent. In de verbouw volgen we iedere week de familie Stoker en meneer Vogel die hun huis laten aanpassen voor later. De vorige aflevering hebben we gezien dat meneer Vogel van plan is om zijn badkamer en zijn slaapkamer op de begane grond te realiseren. Nu is de aannemer op bezoek en die heeft de eerste tekeningen klaar. Zo, meneer Vogel, ik heb een tekeningetje voor u gemaakt. Zoals we de plannen vorige keer besproken hebben. Ja. Als u zo kijkt, dan is dit de bestaande situatie. En dit bouwen we dan erachter. En hier achter dit grote raam, wat u hier eigenlijk ziet, daar dan de slaapkamer gepland. Met daarnaast een klein badkamertje. En dan voor de entree van de keuken een overkapping met een lichtkoepel erboven, zodat u nog volledig licht houdt in de keuken. De badkamer is qua afmeting voldoende om je gewoon te douchen. Het is te klein voor rolstoelgebruik. U zit nog niet in een rolstoel, maar je kunt dat compenseren door later te kiezen voor een plafondtilsysteem. Door bijvoorbeeld die deur zo te maken dat die tot aan het plafond zit. En dat er dus een, mocht het later noodzakelijk zijn, een plafondrailsysteem aangebracht kan worden. Zodat je dus vanuit de slaapkamer naar de badkamer zou kunnen. Oh ja. En hoeveel vierkante meter wordt dat dan? Ja, dit is iets van 5,5 vierkante meter voor de slaapkamer. Deze slaapkamer voldoet zo net niet aan zijn afmeting. Het is een eenpersoon slaapkamer. Ja. Uitbouwen is eigenlijk lastig omdat je dan niet meer gelijk bent met de buren. Dus je zou deze pui wat naar binnen kunnen zetten. Zodat je dus die oppervlakte haalt van minimaal 6,25 vierkante meter. En hoe moet je daar aan voldoen? Daar moet je aan voldoen, ja. Ah. Anders is de slaapkamer te klein, omdat er ook kastruimte gerekend wordt voor die ruimte. En kan je dat dan ook vergunningsvrij bouwen? Dit kan je vergunningsvrij bouwen, omdat de buren die hebben hier ook uitgebouwd, die 2,5 meter. Dat was ook destijds vergunningsvrij. En dan kunnen wij dit er ook zo vergunningsvrij achter zetten. Ja, ja. Een verbouwing kost natuurlijk het nodige geld. De familie Stoker die gaat in gesprek met de adviseur van de bank om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor financiering. Zo, goedemiddag. Ik heb begrepen van mijn collega dat u plannen heeft om uw woning te gaan verbouwen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Wij zijn van plan om onze achterkamer eentje uit te bouwen. We proberen of we daar 3,5 meter bij aan kunnen zetten om een heerlijke, ja, laat ik zeggen, een soort woonkeuken idee te krijgen. Wat zou u graag van mij willen weten? Eens kijken hoe we het financieel rond kunnen brengen. Kan ik een lening nemen of moet ik een hypotheek bij opnemen? Bij hypotheken dan denk ik toch vaak aan starters of mensen van rond 40. Maar ouderen, 50-plussers en nog ouder, kunnen die een hypotheek aanvragen? Ja, een hypotheek is niet leeftijdsgebonden om te verkrijgen. Waar we voor een hypotheek naar kijken is als eerste het inkomen. Daarnaast kijken we naar de waarde van de woning. En we kijken naar lopende verplichtingen, zoals leningen bijvoorbeeld. Maar het is ook heel belangrijk dat we kijken naar hoe het plaatje eruit ziet op het moment dat een van beiden komt te overlijden. Kan de ander dan nog steeds in het huis blijven wonen? En hoe kunnen we dat zo passend mogelijk inrichten voor de klant? Ja, ik heb, zoals ik zie hier, zo heb ik een salarisstrook van u ontvangen. Nou, dat helpt mij om het inkomen te bepalen, zodat we kunnen kijken wat u kunt lenen. Mm-hmm. Daarnaast heb ik pensioengegevens van u ontvangen. Daarmee kunnen we zien wat de veranderingen zijn in het inkomen. Eveneens heb ik van u de WOZ-waarde van de woning gekregen. Dat helpt mij om te bepalen wat de waarde van de woning is. En die kunnen we dan tegenover de bestaande leningen houden en de leningen zoals die straks in de nieuwe situatie worden. Met een badkamer en een slaapkamer op de begane grond wordt het gemakkelijker om langer thuis te kunnen blijven wonen. Maar als u nu toch van andere verdiepingen in uw huis gebruik wilt blijven maken, dan is een lift een oplossing. Hiervoor heeft u natuurlijk de kennis van deskundigen nodig. Ja, dit is eigenlijk hoe het nu is. En het is natuurlijk een heel moeilijk huis, hè, want jullie begonnen met de toegankelijkheid en hoe je dat bij zo'n huis zou kunnen doen. Het is eigenlijk een split-level huis. Dus je hebt ontzettend veel niveauverschillen. Ja, klopt. Dit is de verdieping en dit is jullie situatie. En als je nou precies op die grens de lift maakt, dan kun je dus elke keer een halve verdieping een liftstop maken, waardoor alles toegankelijk wordt.
Dus de uitdaging is het niveauverschil in eerste instantie. En daaromheen hebben we het aantal dingen meegepakt als onderhoud en dat soort dingen, isolatie. Mijn ouders wonen dus dan toen ook bij ons. Ja, op een gegeven moment dan weet je dat ze ouder worden en dat het dan moeilijker gaat worden met traplopen. Het is een personenlift geworden waar 3 mensen in kunnen. Ja, dat is natuurlijk heel luxe, zeg maar. En ook mijn ouders met een rollator of met een rolstoel. Het is natuurlijk heel handig, ook als je op vakantie gaat met koffers naar beneden en naar boven. Ja, de wasmand. Het kleinkind komt op bezoek, ja, dan ga je met de lift naar boven en dan draag je hem niet naar boven. Dat is natuurlijk altijd een beetje link op de trap. Bij de entree is dus al een trap, dus dat is eigenlijk al de eerste hobbel die je moet zien te nemen. En dan ga je hier het trappetje af naar de woonkamer, of een trap omhoog naar de kamer erboven. Ja. Dus die lift kan eigenlijk alleen maar hier in de hoek bij de keuken, ongeveer voorkant van het keukenkastje. Ja, ja. Oké. Okay. Dus je drukt hem wel helemaal in de hoek. Ja. Ja. En dan heb je zo weinig mogelijk last ervan. Dus je neemt dus de keuken weg en die compenseer je dan aan de andere kant. Oké. Okay. Ja. En naar beneden toe kom je dan in een souterrain terecht. En daartussendoor heb je nog een uitstap naar je woonkamer. Ja. Het zit in een heel andere hoek dan wat je zelf een beetje bedacht. Ja, vind ik heel leuk. Ja, daar zou ik totaal niet aan stilgestaan hebben. Om dus inderdaad van daaruit de lift naar boven te doen. Ja. Echt heel leuk hoor. Ja, had ik niet bedacht. We hebben een aantal leveranciers gehad voor een traplift. Die zou hier bevestigd worden en dan zou die zo in de rondte naar boven gaan. Er waren al een aantal die zeiden direct van, nou, dat komt niet goed. Dat kan hier niet. En toen was er één en die zegt, nou, ik kan het wel. En die heeft er dus één bevestigd. En halverwege de trap bleef hij vastzitten en kon hij geen kant meer op. Zo'n traplift, dat is echt een, ja, dan krijg je echt een invalide woning. En ja, dit is qua design natuurlijk veel mooier. Dat het een mooi gesloten deur is en ja, dat het mooi afgewerkt is. Een personenlift zoals die hier zou komen te staan, zou rond de 25.000 euro kosten. En een traplift, een mooie traplift, kost zomaar rond de 10. En nou ja, er zijn ook mensen die willen hun garage gaan verbouwen tot slaapkamer en badkamer. Ja, ben je ook zomaar 25.000 euro kwijt. Plus dat je dan niet meer de andere ruimtes kunt bereiken. Dus je leefruimte wordt eigenlijk kleiner. En doordat je een lift hebt, kun je al die ruimtes wel benutten. Een traplift kun je alleen op zitten en je gaat naar boven. Maar dan moet je boven ook weer een rolstoel hebben of een rollator. Dus ik heb ervoor gekozen om de trap te houden. Je moet eigenlijk ook achterom een entree en achterkant maken. Ja. Want je kunt natuurlijk niet hebben dat je in een huis een lift hebt, laat maar zeggen, maar dat de voordeur met een trap toegankelijk is. Ja, er komt gewoon een tijd dat je de trap niet meer op kunt. En dan moet je toch in het vooraan denken. En dan kun je wel wachten tot het te laat is. Maar er moet natuurlijk een heleboel dingen geregeld worden, zeg maar, voordat je zo'n lift hebt. Want dat heeft echt misschien wel een paar jaar in beslag genomen voordat we uiteindelijk ook aan het bouwen zijn gegaan. We hebben dan geluk dat die dus in panden gebouwd kon worden. Dus we hadden geen vergunning nodig van de gemeente. Maar gaat die buiten langs, ja, dan moet ook eerst een vergunning aangevraagd worden. We gebruiken hem veel en we zijn echt heel blij dat destijds ook de traplift niet kon. Want anders hadden we natuurlijk nooit besloten om een echte lift te nemen. Want het is natuurlijk wel wat duurder. Maar achteraf vinden we dat het zeker de moeite waard is geweest om hem te bouwen. In de toekomst zullen mensen veel meer zelf de zorg gaan betalen, maar ook zelf de zorg gaan bepalen. Dat is om financiële redenen, maar het is ook omdat oudere mensen veel meer zelf de regie willen hebben. Er komt bij dat mensen wel op tijd moeten nadenken waar ze oud willen worden en hoe ze oud willen worden. Hè. Dus bij hoe ze oud willen worden, is mijn huis geschikt om hier oud te worden? En als het niet geschikt is, hoe kan ik het dan geschikt maken, bijvoorbeeld door het aan te passen? De ervaring leert dat mensen daar eigenlijk te laat over nadenken en zich toch overvallen voelen door die vraag. Dat ze plotseling het geld nodig hebben, want hun partner is ziek geworden of het lichaam laat hun in de steken en het huis moet nu eigenlijk al worden aangepast. In feite krijg je van de bank of van een andere partij krijg je een voorschot. In een voorschot op die toekomstige verkoopopbrengst. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Je gaat het ooit verkopen, maar je krijgt nu alvast het geld. Er zijn verschillende manieren om het vermogen in het huis te gelden te maken, te verzilveren. De meest gebruikelijke manier is ook ga naar een bank. En dat is ook wat mensen moeten doen. Ga naar je bank, ga praten, ga op tijd praten met die bank om te zorgen dat de investeringen die gedaan moeten worden of
de zorg die je aan huis wil hebben, dat je die ook kan financieren via de bank vanuit je eigen huis. Het is op dit moment nog niet makkelijk tegelijkertijd. Er zijn nog te weinig partijen die dit mogelijk maken. Maar het moet zeker kunnen, want nogmaals, er zit heel veel waarde in dat huis. Uiteindelijk is het maatwerk, want niet één positie is hetzelfde. Het zal toch ook afhangen van de waarde van het huis, het onderhoud wat er misschien nog moet gebeuren, het inkomen van het huishouden, enzovoort. Dus er zijn best veel variabelen die erbij betrokken moeten worden. Daarom is het wel belangrijk dat mensen zich heel goed informeren, goed weten wat ze doen en zich goed laten adviseren. Of door een adviseur in te nemen, of door iemand uit de omgeving mee te nemen, of door vanaf een vereniging eigen huis te bellen. Weet wat je doet. En dan is een bank op zich een betrouwbare partij. Als je het hebt over hypotheekaanvragen, dan komen er altijd van die termen voorbij van overwaarde, restschuld. Kan je me daar iets over uitleggen? Begin maar eens bij overwaarde. Wat is dat eigenlijk? Overwaarde, dat is het verschil tussen de waarde van je woning en de hoeveelheid leningen die je hebt. Dus stel voor, je woning is 300.000 euro waard en je hebt in totaal nog 100.000 euro aan leningen op je woning staan, dan is je overwaarde 200.000 euro. Nou, die overwaarde die zit in de stenen, die zit in de woning. Die kun je er niet zomaar uithalen. Maar die overwaarde kan je wel een stukje extra zekerheid geven. Namelijk wanneer je in de toekomst bijvoorbeeld je woning wil gaan verkopen, heb je meer zekerheid dat je geen restschuld overhoudt. Okay. En dan is inderdaad mijn volgende vraag, restschuld. Moet je daarmee? Een restschuld is dus op het moment dat de leningen ten opzichte van de waarde van je woning hoger zijn. Nou, om net het vorige voorbeeld aan te halen, stel voor je woning is 300.000 euro waard en je hebt in totaal 320.000 euro aan leningen erop staan, dan heb je een restschuld van 20.000 euro. En in zo'n geval zeggen jullie, ja, dan gaan we niet nog een lening mee aanhangen. Of is dat te kort door de bocht? Dat is eigenlijk een beetje te kort door de bocht inderdaad, want dat hangt er een beetje vanaf. Op het moment dat iemand een verbouwing zou willen gaan doen en het is een grote verbouwing die tot een waardevermeerdering leidt, dan zijn er vaak nog wel mogelijkheden om een stukje extra te financieren. Nou, dan hebben we samen de hypothecaire lening doorgenomen. Het past allemaal binnen het plaatje. U kunt het bedrag lenen. Ja. We hebben samen even gekeken wat het in totaal allemaal gaat kosten. En past dat binnen wat u wenst? Dit past wel bij ons, denk ik. Maar is het mogelijk dat we thuis nog een keer na kunnen lezen? Ja, natuurlijk. Ik kan me dat voorstellen dat u dat prettig vindt. Zal ik u het plan per post toesturen, zodat u thuis nog even rustig kan nalezen? Ja, dat is prima. Ja, dat zou wel zo fijn zijn. Bianca, stel je voor, een echtpaar op leeftijd heeft een eigen huis, altijd zuinig geleefd, maar hebben nu even niet meer zoveel om uit te geven. Alles zit in het huis. Wat kunnen jullie daar dan voor doen? Nou, voor mensen die beide 55 jaar of ouder zijn en die een grote overwaarde in de woning hebben zitten, daar kunnen we voor kijken om een inkomenstekort aan te vullen. Normaal gesproken zouden zij de woning moeten verkopen om direct aan dat geld te komen. Ja, precies. Dat is waar mensen bang voor zijn ook. Ja. Nee, wij helpen de mensen om op deze manier nog wat langer in de woning te kunnen blijven wonen en dus een inkomenstekort aan te vullen. Normaal gesproken zouden ze nu dus de woning moeten verkopen. Maar doordat ze nog een tijdje een inkomensaanvulling krijgen, kunnen ze wat langer in de woning blijven wonen. En uiteindelijk op het moment dat er een bepaalde grens bereikt is, hè, want die lening die loopt in de loop der tijd steeds verderop. Mm-hmm. En als die grens bereikt is, dan pas hoeft de woning verkocht te worden. Dus mensen krijgen uitstel van verkoop van de woning. Voordat jullie weggaan, hoe is het gegaan? Mooi. Goed? Mooi? Ja, mooi. Mooi. En is natuurlijk de hamvraag nu, gaat het door? Ja. Gaat door, ja, gaat door. Ja, ja, ja. Mooi. Dus de volgende stap is de architect. Architect. Aannemer. Aannemer. Schop in de grond. Mooi project. Vijven eruit. Vijven eruit en? Bouwen. Dus dan komt het eigenlijk op neer dat ik deze wand moet verplaatsen naar buiten toe. Dan moet ik daar even een nieuwe tekening voor maken. Ja. Heren. Dat is prima. Dag. Hallo. Ik hoor net die laatste woorden. Er moet een nieuwe tekening gemaakt worden. Was het niet goed, meneer Brok? Nou, we moeten deze tekening, dat is eigenlijk een eerste schets, een eerste opzetje van hoe we het zouden kunnen gaan maken. En we hebben nu besproken hoe we dat kunnen verbeteren. En nu gaan we dus een definitieve tekening maken met de verbeterpunten daarin.
En er zullen een enkele aanpassingen moeten worden gemaakt. Je zegt moet. Meneer een slaapkamer wil van 3 meter, dan mag dat niet? Of? Nee, dat is te klein. Er zijn, hoewel je vergunningsvrij mag bouwen hier, zijn er toch wel voorschriften waar een slaapkamer aan zou moeten voldoen. Hans had het net over een tilsysteem. Zegt het u wat, meneer Vogel? Nee, zegt dan niks. Nee, ik weet het niet. Nee, mij ook niet. Meneer Brok? Dat zijn tilsystemen die worden opgehangen aan het plafond. En dat is eigenlijk een soort railbaan. En daar hangt een heel klein kraantje daarachter. En daar kan je iemand mee optillen vanuit de stoel. En die kan je verplaatsen, bijvoorbeeld naar het bed. Of naar een badkamer toe van die plafondtilsystemen. Want we hebben allemaal deuren. De adviezen zijn gegeven. Hans heeft zijn deskundig oordeel geveld over deze tekening. Meneer Vogel is tevreden. Meneer Brok, de aannemer, gaat bezig met een nieuwe tekening. En dan kan het beginnen. Het graven, het metselen, het zagen, het schilderen, het schuren, het bijstellen, het meten. Wilt u ideeën voor het aanpassen van uw woning? Ga dan eens naar langzultuwonen.nl en vandaar door naar producten. Voor elk gedeelte van het huis vindt u hier productideeën, overzichtelijk gepresenteerd met heldere uitleg. Aan studenten van de AKI Kunstacademie hebben we gevraagd om ideeën voor Lang Zult U Wonen te bedenken. Hier volgen 2 van die ideeën. Mijn naam is Kylie Bremer en mijn idee zijn klikunits die je aan kan klikken en af kan klikken aan je appartement, huis, vrijstaand huis, rijtjeshuis. Dat maakt allemaal niet uit. Zo heb ik een slaapkamerunit, een halunit, een keukenunit. Eigenlijk voor alle kamers in het huis heb ik een unit bedacht die ook alle aspecten bevatten die een normale slaapkamer of badkamer of keuken bevatten. Zo ook om het voor rolstoelgangers makkelijker te maken om thuis te blijven wonen en zo min mogelijk aan te hoeven passen. Deze units upgraden en downgraden ook je huis. Dus je huis wordt eigenlijk ook in waarde verhoogd. Maar als je de unit maar een tijdje nodig hebt, dan kun je hem bijvoorbeeld ook huren of leasen. En dan komen ze hem na die tijd gewoon weer ophalen. Hallo. Ik ben Jarmo Gutteling en mijn oma die woonde altijd in een heel groot huis met een grote tuin. Inmiddels woont ze gelijkvloers en kleiner, maar ze wil wel blijven tuinieren op haar 85ste. En dat deed ze dan altijd door dan heel naar op zo'n krukje te gaan zitten met haar knieën, met een plastic zak. En dan heel naar met haar kromme ruggetje zo naar voren hangen. Nou, dat beeld zet hem aan het denken om tuinieren voor alle leeftijden comfortabeler te maken. Daar wil ik ook vanuit de kruk, maar dan met handvaten en misschien nog geen robotpoten, wordt iets te Star Wars. Maar dat is mijn idee. Volgende week is er weer een nieuwe uitzending van Lang Zult U Wonen. Vol tips en inspiratie om langer van uw huis te kunnen blijven genieten.